over stress en burn-out in gesprek met Gemma Lammers. Gemma, hartstikke leuk om met jou in gesprek te gaan over stress en burn-out. Dankjewel. Dankjewel. Hebt een bedrijf waarmee jij mensen helpt met burn-out klachten. En dat bedrijf heet Gemma Lammers Management en Organisatie. Coaching. Ja. Hele mond vol. Inderdaad. Hey, het moet een beetje lang je naam doen. Ja. Ja, nou ja, het is wel duidelijk wat je doet. Wij hebben net al eventjes met elkaar gesproken en jij vertelde mij over een week die jij faciliteert voor mensen met stress en burn-out klachten. Of met burn-out klachten, hè? Echt. En zou je daar eens wat over willen vertellen, hoe zo'n week eruit ziet? Ja, natuurlijk. Graag, Mieke. Dankjewel dat je mij hebt uitgenodigd om erover te kunnen vertellen. Het onderdeel in mijn bedrijf dat burn-out coaching verzorgt, dat heet Burn-out Interventie Salland. Dat heb ik een aantal jaren geleden opgericht samen met Fenna Janssens. Dat is mijn zakenpartner hierin. Ik doe eigenlijk dit werk, burn-out coaching, al een jaar of 6, denk ik. En ik heb eens gefreewheeled zo'n jaar of 6 geleden. Hoe kan ik mensen in burn-out nou het beste helpen? Ik ben ervaringsdeskundige. Ik heb 30 jaar geleden zelf een burn-out beleefd. En ik weet hoe het voelt. Ik weet hoe naar het voelt. En ik weet ook hoe hoog de drempel is om hulp te gaan zoeken. Maar als je dat dan eenmaal hebt gevonden, is het ook prettig dat je op de juiste wijze ondersteund wordt in jouw burn-out klachten. Dus ik heb daar een beetje gespeeld. Wat is nou wat iemand nodig zou kunnen hebben? Mm-hmm. En dat heeft dus geresulteerd in Burn-out Interventie Salland. En zo'n week, dat is meestal een midweek, dat is van maandag tot en met vrijdag. Daarin gebeurt van alles. Maar daarin staat één persoon dus centraal. Mm-hmm. Meestal is dat iemand van het management in een bedrijf, die dus op een cruciale plek in het bedrijf werkt en ook niet zo goed gemist kan worden. Wat er vaak gebeurt is dat iemand burn-out raakt en dan een tijd uit beeld is. Mm-hmm. Dat is dan net wat wij niet willen. En we willen er zo snel mogelijk bij zijn om die persoon weer op de been te helpen. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Zo'n week bestaat dus bijvoorbeeld uit een ontmoeting met een personal trainer die de hele week mee gaat lopen. Iemand in burn-out of een burn-out klachten is heel vermoeid. In zijn hoofd, in zijn lijf, in zijn of haar lijf. Mm-hmm. Dus we moeten heel zorgvuldig omgaan met het opbouwen van inspanning en beweging. Mm-hmm. Nou, daarvoor hebben we een personal trainer die week die elke dag meeloopt, fietst, whatever. Mm-hmm. We hebben Fenna Janssens. Zij is systemisch coach. Zij gaat met de klant in gesprek over familiesysteem, organisatiesysteem. Want ik heb natuurlijk ook ontdekt dat burn-out wordt niet veroorzaakt alleen door werkomstandigheden, maar ook door jouw persoonlijkheid, door dingen die jij in jouw systeem, in jouw familie, in je organisatie meemaakt. Dus het is een beetje een mix van alles waaraan gewerkt kan worden. Ja. Verder is het zo dat wij werken met een natuurgids. Wandelen met een natuurgids behoort tot de onderdelen. We hebben ook contact en werken samen met een manege in de buurt in Salland. Waarbij een paardencoach aan de slag gaat met de klant. Die zorgt er dan voor dat de klant met een paard in de bak gaat staan. Zij geeft dan bijvoorbeeld de opdracht aan de klant in burn-out. Weet je wat je doet? Maak contact met het paard. En ga wandelen door de bak. En zorg ervoor dat het paard achter je aanwandelt. Nou weten we dat mensen met burn-out klachten heel veel in hun hoofd zitten. En niet goed bij hun gevoel kunnen komen. Dus wat dan heel vaak gebeurt is dat de klant zegt, kom maar mee. Het paard kijkt de persoon aan en denkt, ja, ik weet niet helemaal wat jij wil, maar ik snap niet wat de bedoeling is. Tot op een moment merk je dat, en dat doet de paardencoach heel goed, zegt, weet je, je moet meer contact maken met je gevoel, maar ook met het paard. Dus op een moment zie je dat de klant naar het paard buigt en het paard buigt naar de klant. En dan gaat de wandeling samen heel vloeiend. Maar het gaat dus om, hoe maak je weer contact met je gevoel? En dat is zo mooi om te zien. Dat is echt prachtig. En verder is er in die week ook de mogelijkheid om een yoga-sessie te beleven. En we zorgen er altijd voor dat, en dan meestal aan het eind, ook een ontspanningsmassage onderdeel is van wat we doen.
Ja, mijn rol daarin is dat ik een beetje de olie ben in die week. Zorg voor het borgen van de processen van de klant. Dat ik 's avonds met ze evalueer. Mensen houden ook een dagboek bij. Mm-hmm. Ja, dat is een beetje wat in zo'n week gebeurt. Soms is er een tweedaagse terugkomst na een paar maanden nodig. En na gesprekken voeren we ook om het proces te borgen. Maar wat iemand na zo'n week in ieder geval weet is, waardoor komt het dat ik zo in zo'n situatie ben beland? Wat wil ik absoluut niet meer? Mm-hmm. En misschien al een beetje hebben ze het idee van wat ze dan wel willen. Maar helemaal concreet kan dat niet zijn, want er gebeurt zoveel in die week. Nou, soms gebeurt het ook dat aan het eind van de week hebben we een evaluatiemoment waarbij we samen afsluiten met de lunch. Dat ook de partner wordt uitgenodigd. Om ook even deelgenoot te maken van wat is er gebeurd allemaal deze week. Ja. Want anders komt de klant thuis en vertelt hij aan zijn partner wat er die week is gebeurd. Maar dan kan je het ook niet meer zo goed reproduceren. En is het goed om een gesprek te hebben gehad met elkaar. Ja. Mooi ook. Dat het is een beetje wat er gebeurt. Ja, zeker. Ja, wat ik er heel mooi aan vind, is dat het zo'n compleet programma is. Vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Ja. Het is een beetje een hip woord, maar je zou holistisch. Hè? Dus het is niet eenzijdig, maar er wordt van verschillende kanten gekeken naar wat heb je nou nodig. Hè? Dus het lichamelijke, mentale. Ja. Wat ik nog vergeten ben te vertellen daarin is dat ik als vitaliteitscoach ook heel erg goed informatie wil geven over slaap, over voeding, over bewegen, over stress. Mm-hmm. Daar heb ik ook coaching tips voor en training. Dus dat is ook belangrijk. Hè? Behalve bewegen moet je ook goed kunnen slapen weer. En hoe doe je dat dan? En wat zijn dan de belemmeringen om goed te kunnen slapen bijvoorbeeld? Mm-hmm. Er gebeurt heel veel in die week met de klant. Ja. Maar goed, het zorgt er meestal voor dat hij niet langdurig uitvalt. En ook weer na zo'n week 2 uur per dag weer naar het werk kan. In het algemeen. Dat is wel fijn, hè? Dat je niet zo helemaal eraf ligt, maar gewoon zeg maar die reïntegratie meteen weer langzaamaan op kan pakken. Het is dus ook een soort van preventieachtige week. Want het is voor het moment dat je bij de bedrijfsarts komt of whatever, weet je. En als je psychologische hulp wil, dan kost het ook weer een week of 6 voordat je terecht kan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk, in die periode voelt iemand zich verloren. Tenminste, die kans is heel groot. En wij willen dat dan zo snel mogelijk oppakken. Ja, en is dit bedoeld voor mensen die echt al helemaal burn-out zijn, of is het meer in de fase daarvoor, dat als je echt hoog in je stress zit? In de fase daarvoor, Mieke. Want we zien heel vaak dat bedrijven zich melden bij ons als een medewerker of een manager af en toe, maar wel frequent, een paar dagen uitvalt. Ja. En dat zijn signalen van wellicht burn-out klachten. Waar aandacht aan geschonken moet worden. Je kan het ook negeren. Maar dan heb je kans op erger. Ja. Oké. Dus het is niet bedoeld voor mensen die echt al helemaal burn-out zijn. Ja, dat kan ook hoor, zeker. Ja? Jawel. Ja. Maar ons streven is om dat een beetje voor te doen. Ja. En onder andere bieden wij dan ook trainingen vitaal door de burn-out aan. Die mensen online kunnen volgen. Daarvoor hebben we een werkboek ontwikkeld dat mensen kunnen thuisgestuurd krijgen. En dan kan je het in ieder geval ook bespreekbaar maken. Want het is toch ergens soms nog een beetje een taboe. Jazeker. Terwijl het bijzonder, dat helemaal niet bijzonder, hè? Ja. Ja, ik vind het vreemd. Ik vind het vreemd als je bedenkt dat 1 op de 6 werkenden wel burn-out klachten heeft regelmatig. Mm-hmm. Dat is bewezen. Dan is het vreemd dat daar nog steeds een soort van taboe op rust. Want ik vind juist, mensen breken niet omdat ze zwak zijn, maar juist omdat ze veel te lang sterk zijn geweest. Dat is een mooie. Ja. Wil je die nog een keer herhalen? Voor als mensen hem gemist hebben. Mensen breken niet omdat ze zwak zijn, maar omdat ze te lang sterk zijn geweest. Ja, waarom ik je vraag om dit te herhalen, is dat wat ik tegenkom bij de meeste klanten, is dat ze zelf denken dat het een teken van zwakte is. Dat ze omvallen. Ja. En ik geloof ook dat daar ook inderdaad het taboe burn-out vandaan komt.
dat we nog steeds denken dat het zwak is om, om sowieso om je emoties te tonen, om dingen bespreekbaar te maken, dat het even niet zo goed gaat. Ja. Mijn idee is ook wel dat dat zeker met de komst van de social media nog versterkt is. Hè? Dus het beeld van kijk mij is mooi, kijk mij is alles goed voor elkaar hebben. Dat maakt het nog erger. Maar heel fijn dat je dit even zo benoemt. Hè? Mensen breken niet omdat ze zwak zijn, maar omdat ze te lang sterk zijn geweest. Ja. 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 Hey, als mensen nu zitten te kijken en denken, oh, zo'n week, dat wil ik graag. Waar kunnen ze zich melden? Nou, dan kunnen ze zich melden bij mij. Mag ik mijn mailadres noemen? Jazeker, graag. Dus op info@gemmalammers.nl of op mijn telefoonnummer 06-114-14257. Of even kijken naar de website www.gemmalammers.nl. Ja, helemaal goed. En jij zit dus in het Zaland? Ja, inderdaad. Ik ben daar geboren. Ik ben geboren in Zaland. Het is voor mij een hele fijne, vertrouwde omgeving. Er is veel groen. Mm-hmm. We hebben de IJssel. Dus de natuurgids wandelt ook met de klant langs de IJssel. Ja. Het is een hele fijne plek, zeker voor mensen uit de Randstad, om even een weekje te vertoeven. En het is überhaupt belangrijk om even uit je eigen omgeving te gaan. Ja. Hè? En wat maakt sorry dat ik je onderbreek. Wat maakt nou dat jullie hebben gekozen om die natuur, ook dat intrigeerde me wel, hè? Dus de natuurgids in te zetten. In hoeverre is het voor jou belangrijk, natuur? En wat hebben natuur en burn-out voor jou met elkaar te maken? Nou, wat het met elkaar te maken heeft, is het volgende. Mensen, zeker tegenwoordig, krijgen zoveel prikkels binnen, dat al bijna niet meer te handelen is en mensen vol raken. Daar hoef je niet eens burn-out klachten voor te hebben. De natuur is een vanzelfsprekende aanwezigheid. Dus de natuur geeft je ook prikkels, maar op een natuurlijke manier. Niet op een manier die jou in de weg staat. Je kan om je heen kijken, je kan ruiken, je kan zien, je kan waarnemen, zonder dat het je heel veel prikkels geeft die niet goed voor je zijn. Dus de natuur doet goed. En dat is ook de reden waarom wij dit inzetten. Maar natuurlijk komt het ook Penna Janssens, met wie ik samenwerk. Want zij heeft die prachtige tuin in Olst, is dat. Waar zij werkt met klanten in de natuur. En ja, dat is helend. Ja, dat is eigenlijk wat we merken. Mooi. Ja. Fijn. Ik onderbrak je met mijn vraag. Weet je nog waar we waren in het gesprek? Of heb ik dat er helemaal uit? Heb ik je helemaal uit je verhaal gehaald? Kun je nog terughalen waar ik je onderbrak? Het stond even stil, hè? Ja. Ik had eigenlijk iets verteld. Van, de natuur is helend, punt. Ja, oké. Okay. Dat stond er net. Helemaal goed. Heb je nog een boodschap voor mensen die nu naar deze video kijken en die overmatig stress ervaren? En zo ja, welke boodschap zou dat dan zijn? Oh, dat is een hele mooie vraag, Mieke. Die heb je goed bedacht. ik zou eigenlijk willen zeggen, wees niet te streng voor jezelf. Ik zou ook de vraag terug willen leggen bij die mensen. Hoe laag durf jij de lat te leggen? Hoe laag durf jij de lat te leggen? En voor de rest, alsjeblieft, neem je klachten serieus. En doe er iets mee. Je hoeft niet met massaal naar Zaland te komen. jullie zijn allemaal van welkom, maar dat is niet de bedoeling. Het is belangrijk om je klachten serieus te nemen en om jezelf daarmee serieus te nemen voor een beter leven. Mooi. Mag ik jou heel hartelijk bedanken voor dit fijne gesprek? Graag gedaan, Mieke. Ik vond het ook heel fijn om met jou te mogen spreken en te kunnen vertellen. Top. Dankjewel. Tot ziens. Tot ziens. Dag, Mieke. Doeg. Dag.